What up? Het is ik, Pim, ook wel Moncloy TV, jullie nummer 1 Pokémon meester hier op YouTube en natuurlijk ook op Twitch. En vandaag ben ik hier met Monkoman, met Monkomail. We gaan een Paldea Boosterbox openmaken. Dit is de tweede die we gaan openmaken, want we hebben er ook één geopengemaakt op zijn kanaal. Doen we gewoon nu hieronder in beeld zo. Heel ziek, heel ziek. Ja, en ik kan je zeggen, die doos... Die was ziek. Dat was een goede doos. Maar ik ga nu deze openmaken, maar ik heb al echt heel veel Paldea opengemaakt. Dus jij mag beginnen met openmaken. Ik leuk. Ik ga dus Yono poelen. Dat is de duurste kaart. Weet jij trouwens wat de top 5 duurste kaart is in deze set? Ik weet dat, hè? Ja, de Yono denk ik dan. Staat die op 1, denk je? Oh, ik denk het wel. Dat klopt. Die staat op 1. Yono op 1. Ik denk die andere, die gym waifu. Weet je wel, die zo... Nee, niet Altar. Staat die niet tussen? Nee. Oké, Tyranitar. Nee. Nee. Nou, nummer 2 zoek ik, hè? Ja, maar ik zoek gewoon de top 5 in het algemeen. Oké, okay, de Trentar staat erin, ja. Wel in top 5. En ja. Die andere niet in top 5. Nee. Ik denk die Ching Yu, die vis altart. Nee, ook niet. Nee, wel een van hun altarts. Ja, klopt, ja. De Ching Pau. Die staat op 2, hè? Dat is de nummer 2, hè? Heb ik gevoeld. Ja, ja. Dat wist ik niet. Wel is die zo duur? Weet je wat ook duur is? Welke? De Magikarp. Dat is nummer 3. Oh ja, tuurlijk. Magikarp, ja. Volgens mij is Grusha altijd ook heel duur. Ah. Ja, die heb ik wel gezien. Die is wel nice. Grusha altijd. Die is ook cute. Oh! Deze is nummer 6, hè? 6 duurste. Hoppa. Die heb ik nog niet, hè? Oprecht. Huh? Je zei dat je de master... Bijna compleet, hè? En deze mis je dan? Ja, oprecht. Ik heb wel die Slowking echt 100 keer gepoeld. Maar deze heb ik dus nog nooit zelf gepoeld. Alsjeblieft, hè? Ik wil ook heel graag die Trento echt een keer zelf poelen. Je hebt hem nooit zelf gepoeld? Nee, ik heb hem gewoon gekregen. Dus ga ik niet op de kop sleeven. Dames en heren, Link Tiger sleeve zijn kaarten op de kop. Ik wil graag dat jullie even in de comments laten weten wat jullie ervan vinden. Hij doet dus zijn kaart zo in de sleeve. En we hebben dus in zijn video gedemonstreerd wat er nou gebeurt. Laat als je zien. Hem zo sleeve. Laten we zien anders. Ja, kijk, dan valt hij er dus uit. Ja, wat ook, met al de moeite die hij doet, valt hij er uiteindelijk uit, ja. Je kan ook dat hele pakketje openknippen, dan valt hij er ook uit. Ja, precies. Zal ik nog even poelen? Bam. Tinkerton. Nou, je hebt er echt veel. Zo, daar ga je echt fouten mee maken in je map. Hè. Iedereen die kaart in zijn map moet doen, let op. Er zijn ongeveer 27 verschillende soorten Tinka's. Tinkertuff, Tinkerton, Tinkertan, Tinkertoe. Ja. Dat is echt niet te doen. Het is echt crisis, man. Ja. Het is echt crisis. Moet je echt een boekje voor boekje echt mee gaan kijken wat het is. Ja, en dan alsnog maak je 100 fouten. Hè. Dat is echt niet normaal. Jij maakt ook een fout, denk ik, hier. Hoezo? Je hebt niks gevoeld. Oh ja. Dat is wel een blunder, joh. Dat is een top 5, heb ik gehoord. Top 5 meestal staan mijn kaarten. Kijk, die is lekker. Florigato, hè? Oh. Maar wat ik bij jou ook een hele mooie gepoeld, hè? Moet je even zijn video kijken. De volgende set wordt ook zo dik, hè? Dan gaan we weer een box openmaken. Obsidian in Flame, hè? Oh, die voel ik. Daar zitten allemaal Charizards in. De Zard? Maar hoe duur... Zou echt toch... Oké, wat is de top 5 duurste kaart? Ik denk Charizard. Ja, je hebt het goed. Denk nummer 2 Charizard. Yeah. Oh, helemaal goed. Nummer 3 Charizard. Ja, de All Charizard, de Full Art Charizard. Oh. Echt leuk, man. Heel veel Zard. Charizard. Weet je deze ook al? Die heb ik al. Ah. Dat is niet zo heel zeldzaam. Wist je dat je vroeger de Nintendo telefoon had? Ja. Dat als je vast zat in een spel, dan kon je die bellen en dan ging ze je uitleggen hoe je verder kwam. Stel dat was je baan, dat je gewoon kinderen uit ging leggen hoe het spel werkt. Wanneer ga je dat Pokémon telefoon beginnen? Mensen jou kunnen bellen voor packies. Nou, dat moet ik echt niet hebben. Dan. Nee? De hele dag bellen. Ik ga je gewoon bellen dan, hè? Ik ga me nu al de hele dag berichtjes sturen. Ja? En jouw nummer staat nu in beeld? Ja. Oeh! Vis. Dat is leuk. Die ook in mijn team, hè? Ja, tuurlijk. Dat is echt een leuk beestje. Ik vond hem echt wel wat chill. Hij was een van de enige niet-shinies in mijn team, omdat ik gewoon niet-shiny kreeg. Echt, ik vond dus echt instant een shiny. Full odds, hè? Die Mabostiff of zo, die hond. Oh, nice. Ja, die vond ik echt instant toen ik in het vliegtuig zat naar Spanje. Lekker. Toen ik het spel opstart en bam, gewoon instant shiny. Ik was ook gewoon ergens heen aan het lopen. Ik kwam ineens die de chonk tegen. De chonk, shiny. Van shiny, ja. Dan is er gewoon een roze goosje. Ja, want ik dacht ook, die is toch een andere kleur. Ja. En toen ging ik er naartoe en toen was het een shiny. Lekker, man. Want... Ik ben echt benieuwd hoeveel shinies ik langs ben gelopen. Ja, maar dat je geen geluidje hoort. Ja, dat wil je echt niet weten. Wacht op. Weet je wat het naast is als je aan het streamen was? Ja, ja. Oh, double pool, let's go! Ik had het nog over. Ja. Wil je een olifantje hebben? Nee, ik wil niet. Wil je een olifantje trade-uppen? Ik wil hier met jouw Scala, wil ik. Ik raad, die heb ik nog niet eens. Oh.
zit niet dubbel. Die heb je niet dubbel. Nee, tuurlijk heb ik die niet dubbel. Ga ik niet met je ruilen. Zo, dat heb ik echt veel op jouw evenement gedaan, hè? Ruilen. Ik ben zoveel dubbele kaarten kwijt. Dat is echt heel fijn. Heb je veel nieuwe? Heel veel nieuwe. Je doet gewoon een kaarttrick, ja? Voor één? Ja, zo ben ik. Dat is me aangeleerd. Hé, hey, dit moet je headbutt doen, hè? Tegen een boom. Dan krijg je hem. Oh, is, hij kwam gewoon niet in beeld, hè? Nee, maakt het helemaal niet uit. Nee, joh. Zal ik deze ook buiten beeld doen? Dan weet niemand wat ik ga packen. Dat was daadwerkelijk wel een poel. Die olifant komt daar. Zo, die olifant in Sword & Shield is echt hinderlijk, jongen. Dan reed je zo'n gang in. Mm-hmm. En dan popt er opeens 20 van die olifanten. Kan je niet omheen? Ja, joh. Vol zo'n encounter. Maar we hebben echt gewoon. Hoe weinig hebben we opengemaakt? Kijk eens. Normaal. Doe eens even normaal. Is dit een godbox? Ik hoop het. Zo'n misprint box. Ja, ik zei, ik heb nu een keer de goede box gekozen. Mag ook wel een keertje, toch? Toch? Ja, ik gun dat jou ook gewoon. Jij hebt tot nu toe elke keer de beste box gehad. Dus het mag nu ook wel een keer andersom zijn, vind ik. Ga ik gewoon nu niet meer doen. Ik ga nu niks meer packen. Ja, jongens. Er komen zoveel vette sets uit, jongen. Oktober komt die 151 set. Oh. Ja, we gaan goed eten. Goed eten. Deze ga ik echt veel openmaken ook. Ja? Ja. Eén boxje. Wil je ook dus ook gaan doen? Ga doen. We gaan eens met Egbert. Even vast in je agenda. 24 juni. Zet ik in mijn agenda. Even in je agenda zetten. Ga ik met Egbert een boosterbox openmaken. Van 4.500 euro. Een Diamond Pearl booster. Wie betaalt dat? Egbert. Hij heeft helemaal niet zoveel geld. Of wel? Ja, hij heeft echt een smoot. Echt? Ja. Hij betaalt van die reclamefilmpjes maken. Oh, daarom ja. Ken je die van Superman? Oh yeah. Toetsenbord man. Ik denk dat ik een G-man ben. Zie me vliegen voor mijn Superman. Dat doet hij altijd. En hij doet altijd dat muziekje van Guap, Guap. Guap, Guap. Ja, we gaan een Diamond Pearl Mysterious Treasures boosterbox openmaken. Maar dat is ook zijn lievelingsset, toch? Ja, Diamond Pearl is hier helemaal wild van. Ja. Ik weet niet of hij die Rocketbox ging openmaken, dat ik hem een gratis packje Diamond Pearl geef. Was helemaal blij. Hij had in holo gepoeld. Dat was echt helemaal gelukkig. Ja, ik wou net zeggen. Al alles wat je gratis krijgt, word je toch gelukkig van? Nou. Niet? Maar waar word jij nou niet gelukkig van als je iets gratis krijgt? Deze kaart. Oh. Of deze kaart. Ja, slechte pools. Ik heb gewoon even de slechte eruit gehad, zodat jij er beter uitkomt. Huh? Hoor je mij of niet? Huh? Sta ik op mute. Come on! Nee, je hebt niks. Zeg het toch? Het gaat echt drama. Jigglypuff en Wigglytuff. Ja, ik wil die altijd even poelen met Jigglypuff. Die is nice. Hoe noem je mij? Cute. Oh, okay. Was a moment. Ho! Nee, ik zie haar. Nou, ik zei het toch. Ik zei al bij het begin, het is niks. Wordt niks. Maar we hebben nog geen één secret, hè? Nee. Misschien heb je er gewoon geen één in je box. Dan word ik echt kwaad. Hè? Kan dat? Nou, heel soms komt het voor dat je er één hebt. Ja, dan zul je precies zien dat het weer bij deze is. Of dat je een 0 hebt, dan heb je bij deze. Dat is ook wel eens. Dan heb ik een titeltje, dit is de grootste. Nou, wat is het? Boosterbox openmaken gaat fout! Doe je de thumbnail? Heel vet. En nu, hè? Poel meteen. Nu. Echt, dat gaat niet zo goed meer, hè? Ik ga met je kan poelen, net op. Oh, die vind ik ook nice, die vind ik ook heel dik. Gewoon doen, hè? Spreek een titeltje. Spreek een maatje. Titan. Falkner. Pikachu, is gewoon leuk. Nice. Gewoon leuk. Die had jij nog niet, hè? Alsjeblieft, joh. Ben ik er gewoon voor jou. Besef, hè, jongens. Het staat hier in een statief met een camera. Terwijl ik heb gewoon een statief aan elkaar geplakt met plakband. Dat beter is. Ja. Die gewoon op mijn bureau staat. Ik vet. Ja. Dan denk ik altijd, je hebt echt zieke setup. En dan zien ze die statief met plakband. Mm-hmm. Dat is gewoon nice. Het is echt crisis vandaag, jongens. Ik wil gewoon een keer een goede packen. Zo'n secret Yono wil ik. Come on, komt-ie, hè? Krijg je niet ook, hè? En je gaat ook meteen voor de hoofdprijs. Ja, tuurlijk ga ik gelijk voor de hoofdprijs. Ja, dat krijg je niet. Je bent gewoon te gretig. Ja, misschien is dat... Ja, dit is wat. Ik voel hem. Maar we hebben nog geen één secret rare. Nee, je hebt gewoon geen secret rare loze box. Dat wil ik dan niet. Ga ik wel... Ik ga stiekem wel lachen als het wel echt zo is. Dit is ook ja. Ja, okay, ja, ik ben wel blij aan de ene kant, maar ook weer niet. Wie wil nou een Neuvern? Ik, hè. Ik heb dus een team box en Monkel wilde hem vorig jaar van me kopen voor 1000 euro. En dat hebben ze daar niet gedaan. Nee, jij wilde hem openmaken op stream. Hey, zo ben ik gewoon, hè. Nou, zou ik je trouwens nog even kapot maken? Maak me even kapot. Welke had je meer opengemaakt? Kost met je clips, toch? Ja, voor mij wel, ja. 3.
3, hè? Die zijn nu 1000 euro per stuk. En weet je wat het is? Ik heb ze ooit gratis gekregen. Dus eigenlijk... heb je 3000 euro weggegooid. Ja. Ah, ik heb ze niet weggegooid. Ik heb de kaarten gewoon steeds, hè? Ja, die zijn denk ik 2 tientjes bij elkaar. Ja, op het moment dat het folie eraf gaat, is er gewoon, ben je gewoon alles kwijt. Ja. Je hebt dus die Gengar Mimikyu kaart. Ja. En die ook een van de duurste. Die heb ik dus ook. Die heb ik dus... Oh, ik heb die gewoon het algemeen. Heb ik die. Gaan we ooit... Ja, weet niet. Had je gepoeld? Ja, blijkbaar. Ik zat eens kijken van... Ik kwam die kaart erin. Ik zat dus de prijslijst te kijken. En dacht van... Nou, die ken ik. En ging kijken en toen... Mag ik nog eentje openmaken, ja. Dames en heren, laat even in de comments weten als je vindt dat ik een secret verdien. Okay, begin met je energy. Meryl. Leek, Winkel. Michael. Ga je hem voelen? Oh, Jono! Ik zie dit randje en dat is gewoon te mooi voor... Ja, man. Voor de colorless. Ga ik je eerlijk zeggen. Daar gaan we, jongens. Ik ben er klaar voor. Secret Rare Power. Ja, het moet toch wel een keer, hè? Want kan toch niet oneindig niet zo zijn? Flipper. Waar slaat dit op? Ja, maar jij wil dat ik de doos uit ging kiezen, hè? Weet je nog? Ja. Hoeveel pools hebben we nou? Je hebt wel 9 pools. Ja, we hebben wel 9 pools. Het zijn wel balen. We hebben wel 9 pools. Ik word echt boos, hè? Ik zweer het. Als je weer de betere box hebt, ik word echt gek, hè? Ja, maar ik zei nog, jij moet kiezen, zei ik nog. Ja. Dit is ongelooflijk. We hebben nog 5 packs, hè? 5 hebben we er nog. Het is toch niet normaal hoe weinig pools ik heb? Ja. Normaal heb je 13 pools in een box. Ik heb een 9-0 secret. Ik ga ook wel zeggen, ik had die ook wel gewoon niet gegund, zeg maar. Hoe lelijk je het tegen mij. Ja, dag. Dat is gewoon niks. Dat is gewoon meer, je hebt nog maar 4 packs. Is wel een mooi kaartje. Deze is wel echt gruwelijk. Ga ik wel eerlijk over zijn, deze is wel heel dik. Ja. Maar dit is niet een secret rare. Dit is wel dik trouwens, man, met die kleuren en die kryfaien. Heel goed. Die is wel nice. Oké, dat is een hele team. Maar we hebben nog geen één secret. Maar er zit sowieso altijd wel een secret in een box. Dus... Ik heb mijn mega klaar liggen. Oh, ik zie een goldrandje. Energy. Hoe erg baal je nu ook, of niet? Je had ook gewoon Jono kunnen zijn. Kijk, die heb ik ook. Dat is voor waard waarschijnlijk. Ik denk dat mijne meer waard is. Gewoon mega pack, hè? Dat is gewoon 2 packs achter elkaar. Dus we gaan gewoon in één keer door. Voel je hem ook? Zie nou op. Nou, ik wil gewoon jouw video vullen, gast. Kijk, dit is niks en gaan we gewoon meteen door. Niks in, dan word ik echt kwaad, hè. Kom op. Iets, geef je iets. Kom op. Kom maar hierachter. Ik heb weer een box met 1 quote secret. Echt. Je secret is een gold card, man. Voor alle, hè. Voor als dat echt helemaal niet onderaan staat. Voor als je 3 euro. Hoe kan dit? Waar slaat dit nou weer op? Hey, ik doe een trade-up challenge. Ik heb een golden card. Wil je die ruilen? Voor een secret rare. Ja, maar dit is echt illegaal bijna gewoon. Ik ben ook gewoon kwaad. Bedankt voor het kijken van deze video. Vind je ook dat ik nooit goede kaart heb? Wil ik graag een 1 in de comments. En subscribe, want ik heb bijna 10.000 subs. En bij de 10.000 subs ga ik een mystery box openmaken. 1000 euro. Abonneren.